the flight's completely cancelled and therefore only... How do you know this? Yeah, yeah, it's in our system. It's, yeah. But it's not there. No, if it's cancelled, it is completely removed. We're sorry. It only shows the flights what are still flying today. De hevige sneeuwval zorgt voor veel overlast op Schiphol. 250 vluchten naar met name Europese bestemmingen zijn tot nu toe geannuleerd. Naar verwachting zullen zo'n 2000 transferpassagiers moeten overnachten op de luchthaven. De situatie is dat het winterweer aanhoudt. Er zijn nu langzaam weer vluchten. Maar we zullen natuurlijk mensen hebben die hier moeten overnachten. Dus daarom zetten we deze bedjes klaar. So, how long are you waiting? Since 8 this morning. I'm on transfer from Uganda to Sweden. And what are the expectations now? Don't know really. We heard that the plane would go to... I'm going to Gothenburg, but now it's cancelled again. So probably we'll have to sleep here tonight. Hopefully get a plane tomorrow. Maybe, but it's fully booked. Wat zijn de vooruitzichten voor vannacht? Dat is heel moeilijk te zeggen. We verwachten dat zo'n tussen de 1000 en 2000 mensen hier zullen overnachten. Maar we hopen natuurlijk met iedereen dat dit winter weer gauw ophoudt. Hoe lang bent u al aan het wachten? Valt wel mee hoor. Vanaf vanmiddag, hoe laat? Half drie. Maar we weten niet of we nog kunnen vertrekken. Dat is vervelend. Want we zouden vertrekken om 4:55. Maar geen bericht van vertraging. Geen bericht dat het gecanceld zou zijn. Dus we wachten gewoon af. Waar zou u naartoe vliegen? Tenerife, heerlijk op vakantie. We raden mensen aan die nu nog thuis zijn en die hopen dat ze nog gaan vliegen. Toch wel allereerst even de website te checken of teletext. Toch zijn er ook nog passagiers die tegen de verwachting in goed nieuws krijgen. Nu op het laatst hadden we echt zoiets, nadat die bedjes hier allemaal neergezet zijn, van gaat niet lukken. Maar we hoorden net klappen en juichen en we mogen wel. Joepie!